kom ik thuis, ga ik Quasar kijken, zie ik twee leuks op in. Dat jullie nou een gloednieuwe vlog kijken van Sander Pad. Nu een keer vanuit Leeuwarden, een geopende vlog vanuit mijn huisje. En ik hoop dat jullie een hele leuke vlog komen te zien. Goedemorgen allemaal. En schat, dankjewel voor de vlog te openen. En ik ga even mijn guy uit me geven, want die zit de hele tijd te mouwen. Ja. Zo, het is even wennen voor mij om een vlog weer open te maken. Het is even wennen voor mij. Normaal ben ik zelf helemaal gewend dat ik zelf vlog open ineens heb en mijn vriendin het gedaan. Maar oké. Ik ga even guy uit te geven. En ik zat te kijken. Op 21ste is een vlog bij ongeluk te vroeg online gekomen. Dus, een cadeautje voor jullie eigenlijk dan maar. Maar wat ik nu ga doen is even gaan editen. En even lekker wakker te worden. Dadelijk even lekker koffie drinken. Terwijl even lekker trekken in de koffie. Wat ik ook ga doen is dadelijk even batterij vervangen voor mijn camera. Dus gaan we dat ook zo meteen doen. En ik ga nu even lekker schoon aantrekken. Ik ben net klaar met editen. Dus wat we open gaan gooien is even rolgordijnen. Ik zeg het één keer goed. Rolgordijnen. Zo, dat is ook voor eerst al een tijd. En ik had vaak al gedaan dat ik net de batterij ga vervangen. Maar dat ga ik niet doen. Heerlijk weer. Ik ben benieuwd hoe warm het is eigenlijk. Dus ga ik de telefoon pakken van mij. En dan ga ik kijken hoe warm het is. En over een kwartiertje ga ik alweer richting werk. Ik was echt heel druk bezig geweest. Het is 19 graden, gaf die vlaas aan. 6 uur was dat. 17 graden is het vandaag. Dus we gaan lekker van het weer genieten. En klaarmaken om ook vanmiddag even boodschappen te halen. Want dat moet ik ook even doen. Ik ga denk een hele grote boodschap halen voor deze hele week. Dat ik juist zaterdag en zondag ook niet hoef te doen. Dat ik dan ook thuis kan zitten. Dus. En dan moet ik even opruimen. Dat was ik eigenlijk voor plan vandaag. Maar er kwamen heel veel dingen tussendoor. Dat ik dan geen tijd meer voor heb. En dus dan ga ik dat vanavond maar even doen. Want dat is even nodig. Dus ik ga klaarmaken om naar werk te gaan. Dus nou we nu richting werk gaan. Kom ik thuis, ga ik Quasar kijken, zie ik twee leuks op binnenkomen. Een kaart met een koffiefilter erbij. En er staat erbij, ik ga het even voorlezen. Hoi Sander, sinds kort hou ik jouw vlogs bij. Niet elke dag hoor, maar wat mij opviel dat jij graag een bakje koffie drinkt. Hier twee bakjes. Koffie om jou eens aan te moedigen. Hou vol en geniet. Groetjes, Ellen. Dat is wel heel toevallig. Ellen, mijn tante? Of een Ellen, een kijker? Vraag me echt af. Maar ik ben benieuwd of mijn tante dat dan is. Net Ganja eten gegeven, zit nu te hard te eten. En ik ga lekker pizza eten. Dat heb ik een tijdje niet gedaan, dus laten we dat een keertje doen. Dat ga ik ook nu klaarmaken. Mijn pizza is klaar. Ik heb de tv aan staan, want vanavond is persconferentie van Rutte. En ik ga lekker de pizza maar uithalen. Laten we maar dat doen. Als ik eruit wil. Zo. Hoppakee. Pizza eruit. Hoppakee. Pizza eruit. En ik zie dat de plastic glas helemaal kapot is. Wat ik nu ga doen is lekker deze pizza snijden in stukjes. Dus dan ga ik dat doen en lekker daarna persconferentie kijken. Wat ben ik echt zo blij met de kaart die ik heb gekregen van Ellen. Dus Ellen, als je kijkt, nogmaals bedankt voor deze lieve kaart. En ik ga die koffie zeker gebruiken. En die kaart ga ik zeker een mooie plekje geven. En een leuke kaart heb je toegestuurd naar mij. En wat ik ook zo meteen ga doen is die was opruimen. Moet ook even gebeuren. En dan ga ik een beetje langzaam even wat dingen opruimen. Want sommige plekken zijn echt rotzooi en niet normaal. Want elke keer maak ik deze plekken echt een rotzooi van. Dus er moet even opgeruimd worden. En die lekker op gemak op de vensterbank zit is Ganja. Hé Ganja, zit je lekker buiten genieten? Lekker naar buiten te kijken. Dus, en dan ga ik nu maar even lekker
Dat was opruimen. Dat ook even gebeuren. En een beetje alles opgeruimd worden. En ik ga ook mijn bed even doen. Dat moest ook even gebeuren. Is gebeurd, maar wat ik heel vaak deed vroeger is eigenlijk is altijd iets eten, altijd wel een vla eten en dat ik ging yoghurt ging eten of vla wat dan ook, maar er was er eentje daar ik echt ongelooflijk dol op was en dat was dubbel vla. Dat is zo en zo lekker. Echt, ik ben er echt verslaafd aan, dubbel vla. Dus gaan we even lekker inschenken. Oh, extra lekker veel. Zo, oké. En dan blijven we altijd hier aan zitten, altijd. Maar ja, doe ik dat zo. En dan ga ik dan lekker nu eigenlijk dubbel vla eten. Dus gaan we dat even doen. Daar was ik echt vroeger zo dol op. En nu nog steeds. Het is echt heel lang geleden dat ik dat even weer heb gegeten. Het is echt heel lang geleden. Maar ja, ik ga nu lekker achter de computer. En lekker van mijn dubbelvla genieten. En dan lekker YouTube kijken. Vind ik zeker echt zo leuk om te doen. En lekker muziekje luisteren van Spotify. Oh, Spotify gesproken. Ik heb nou iets natuurlijk gekocht. Zo, daar kom ik ineens achter. Nu hoef ik niet meer te betalen. Ik heb nou Spotify zo'n kaartje en dan kan je in een maand heb je dan gratis internet, gratis Spotify premium, zou ik zeggen, ja. Dat woord zocht ik. Dus dat ga ik even doen. Even erop zetten. En natuurlijk heb ik weer 2 TikToks gemaakt en die zien jullie nu in beeld. In verband met uw achterstallige betalingen. Nou en? Het gevolg is dat u nog maar 2 dagen... Ik betaal nergens meer voor. U betaalt nergens meer voor. Nou, zo werkt dat niet. Ben ik het doof of zo? Kom dan, vriend! Kom nu! Kom nu! Ik sla je in de hele foto vandaag nog! Van de pannenkoek! Meneer, ik was even bezig geweest. Het statief staat daar zo. Oh, een boekje die ik van KRO heb gehad. Ligt hier ook nog. Ik ben nog steeds, vind ik leuk, dat ik een kaartje heb gekregen van... Een van jullie, Ellen, en leuk dat je elke dag vlogs, dat je af en toe vlogs kijkt. Ik vind die erg als niet, dat je altijd kan kijken. Natuurlijk zijn er dingen wat ervoor gaat, of je vergeet het. Kan gebeuren, maar het is super tof als je zou blijven kijken. En ook van geniet. En laat me weten in de reactie of jij vaak kijkt of niet. Je mag ook gewoon lekker reactie hier beneden in de vlog achterlaten. Wat je van vindt, verbeterpunt. Dat zijn altijd wel een welkom natuurlijk voor mij. Want ik wil ook voor jullie gewoon leuk mogelijk maken. Dat jullie naar je zin hebben en ik laat zien wat ik elke dag doe. En misschien hebben jullie verbeterpunt van laat dat eens zien, Sander. Hoe ga je daarmee om? Of noem maar allemaal op. Weet je, ik wil er gewoon iets leuks van maken, wat nu leuks neerzetten. En ja, daarvan als jij tips krijgt van... Verbeterpunten, daar leek jij van. Ja, in ieder geval, ik heb een leuke dag. In ieder geval bijna achter mijn rug. Al is het 12 uur nu geweest en zit er iemand achter die gordijn daar zo. Daar verder achter. Hoor je dat? Kijk wie dat is. Kijk. Kanja, hé, grote vriend. Zit je daar lekker? Zit je daar ondeugend? Wat zit jij daar ondeugend? Hey, wat wil jij aan deugende doen? Wat ben jij daar ondeugend doen? Wat ben jij daar ondeugend? Zie die kopje dan ook, hè? Kijk, hoe zit het dan? Zeg mooi gezicht. Oep, poetsie. Kijk. Hey. Hé, jongen.
Lach je daar lekker, jongen, hè? Lach je daar lekker? Niet bijten, hè? Oh, wat ben jij lievertje. Wat ben jij lievertje. Hè? Ja. Ja, je bent een lieverd. Je bent een boefie, hè? Je bent een boefie. Hè? Ah, dat ziet hij, dat deed hij al. Ik was met mijn moeder aan het bellen, ook toevallig vandaag. En ineens zie ik de kop hier uitsteken, hier zo. Ach, god, die kop ook. Dan zat hij net al, hoe die net zat te kijken. En het is gewoon zo geniaal hoe hij dat doet. Het maakt wel een beetje bende van. Ja, je bent een beetje rommeltje aan het maken, jongen. Je bent een beetje aan het rommeltje maken, jij. Weet je dat? Ben je goed in, hè? Op de loer, hoor. Want dit vindt hij helemaal geniaal. Dit is zo leuk om te zien ook, hè. Ja, dit doet hij zo vaak. Het is altijd de ding uit. Nou, maar ik heb hem expres hier zitten, daar kan hij mee spelen, maar dat doet hij niet. En dan vraag ik af waarom. Waarom doe je dat niet? Waarom doe je alleen dat? Moet ik het weer achter? Moet ik er weer achter? Moet ik weer helemaal jou helpen? Hè? Moet ik jou weer gaan helpen? Oh, lekkere ventje ben jij ook, hè? Lekkere ventje ben jij ook, hè? Kijk dan liggen, jongen, deze boef. Kijk hem dan liggen. Oh, god, Mare. Tuurlijk! Juist. Mare zijn aan de beurt. Ja. En dan gaat hij weer bij mijn hand, hoor. Hé, hey, Ganya, ben je mijn grote vriend? Ben je mijn grote vriend of niet? Oh, Ganya, wat ben je aan toch aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Hey. Wat ben je allemaal aan het doen? Hey. Boef. Wat ben je allemaal aan het doen? Alle kan je. Wat? Dat vindt hij niet leuk, hè? Hè? Lekker spelen, hè, Ganya? Lekker liggen, hè? Ja, dat is het enige wat je doet, hè? Dit is ik altijd dat hij hier ook op afgaat. Ik schrok me kapot gewoon. Ganya toch. Ben je toch een mooie kat? Mooie kat. Maar ja, tussentijd gooi ik vast het andere gordijn dicht en dan ga ik langzaam een beetje klaarmaken om een beetje op te zoeken. Dus laten we dat zo meteen lekker doen. Ik ga me lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Ik weet niet of Ganya meegaat. Ganya? 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 Hij reageert gewoon niet. Gewoon ook niet. Nee, zo trouwens ook dik. Ganya? Hij reageert een beetje. Kom jij bij me liggen? Kom jij bij me liggen? Even lekker hier liggen? Hij ligt meestal hier zo. Of om die stoel daar zo. Of om mijn stoel bij de computer. Eén van de twee. Eén van de drie. Maar ja, ik ga nu me lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je je beneden abonneert. En een leuke reactie achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers een groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Want ik heb een heel leuk gesprek gehad. Maar ik zit nou te kijken naar deze bloemen. Deze bloemen van bed. Hoe doe ik dan? Ik weet niet of we gaan lukken.